En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een schuld. Gaat u zondag of maandag voetballen kijken? Ja, misschien even, maar het interesseert me weinig, moet ik zeggen. Nee. Sowieso niet. Zeker? Uiteraard. Is het zondag of is het maandag? Nee. Mag ik vragen waarom niet? Ik ben geen voetbalfan. Omdat ik zondag allemaal verplichtingen heb. En wat verwacht u ervan? Moeilijk te zeggen. Ik verwacht eigenlijk wel dat ze het redelijk ver komen, maar dat ze het helemaal halen, ben ik toch bang voor dat het niet haalbaar is. Laten we hopen dat ze het wel halen, dat gun ik ze wel, maar... Ja, ik hoop wel dat ze gaan winnen. Nu zijn ze in Qatar, best lastig allemaal. Ja, wat vindt u daarvan? Ja, het is allemaal lastig en je hebt vanmorgen gezien, het is te warm, maar ja. Ja, ik vind het prima. Nou, dat vind ik niet best. Dat moet je niet doen. Ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren met die mensenrechten en alles. Er zitten veel belangen aan economisch, hè, dus daarom gaan ze. Meneer Jasper Silvs, hebben ze niet meegenomen. Hè? De bondscoach vond hem niet goed genoeg. Wat vindt u daarvan? Ik vind het de rechte keuze. Ik ben reëel en ik ga kijken wat Silvs de laatste maanden gepasseerd heeft bij NEC. Met de fouten die hij maakte, verdient hij het niet om bij het Nederlands elftal te zeggen. Ja, dat is zijn eigen keus. Ik ben ook niet al een groot. Ik ben niet echt een fan van Jasper Silvs.